Dick Jacobs wordt bedankt. Al jarenlang sponsor van Alfa Deuren Houten en initiator van deze prachtige hal. En dit shirt, dat is een bijzonder shirt. Een replica van het UDSV-shirt van 1986, toen Jacobs begon met handbalsponsoring. De Utrechtse club bestaat niet meer, maar er stroomt veel UDSV-bloed door de aderen in Houten. En dus speelt de ploeg in dit retro-shirt. En wat gaat dat dan brengen in die kwartfinales van het bekertoernooi tegen Quintus uit Quinshul? Het is een eredivisionist tegen een Beneliga-ploeg. Quintus is dus favoriet. Dit is Hans van Dijk overigens, de trainer van Houten, bezig aan zijn laatste jaar, nog niet wetende wat een historische avond het gaat worden. Want dit belooft in ieder geval veel. Van Gol met de paas achter de rug langs en afgemaakt door Stijn Hoefnagels. Het gaat gelijk op in de beginfase van de wedstrijd. Voor Quintus komt deze bekerwedstrijd niet heel gelegen. Het moet zich nog maar zien te handhaven in de Beneliga. Maar het is wel op volle oorlogsterkte naar Houten gekomen. Het bekertoernooi wordt dus serieus genomen. En toch heeft het moeite met Houten. Met name met deze Jan van Gol. 4 doelpunten maakt hij alleen al in de eerste helft. Houten kan zich volledig op de beker richten. Speelt nog wel in de degradatiegroep van de Eredivisie. Maar handhaven zou normaal gesproken een formaliteit moeten zijn. Want de ploeg heeft simpelweg te veel kwaliteit. Deze man zou zich uiteindelijk ontpoppen tot de man van de wedstrijd. Harmen Voogd is dit, de doelman van Houten. 2 keer belet hij de vrede van scoren. Hij stelt zijn ploeg in staat daardoor om een gat te slaan. En daar maakt zijn ploeg gebruik van aan de hand van Rob Reumer. Hij verschalkt Quintus doelman Lemmers. En zou uiteindelijk topscorer van de wedstrijd worden aan de kant van Houten met 7 doelpunten. En natuurlijk moet je ook wat geluk hebben. Dofferhof raakt de lat en dan is Houten er razendsnel uit. Het doel is nog leeg en daar maakt Van den Broek dankbaar gebruik van. 19-11 staat het dan en dat is de ruststand. Een voorsprong voor de thuisploeg van maar liefst 8 punten. En dat is een ongekende luxe. En dan mag je die voorsprong, ook al speel je tegen een Beneliga-ploeg, natuurlijk nooit meer uit handen geven. Maar veel credits daarvoor gaan toch naar doelman Voogd. Quintus heeft de keeper naar de kant gehaald voor een extra veldspeler. En als dan de inzet van Van Haren zwak is, pakt Voogd niet alleen punten, maar dan maakt hij ze ook. Een deswestertje. En daardoor wordt het 20-14 voor Houten, begin tweede helft. De voorsprong blijft dan zo schommelen rond de 5 punten. En in de slotfase ontstaat er dan meer ruimte voor Houten. En daar maakt Alfa Deuren dankbaar gebruik van. Ook Willems pakt zijn doelpunt hiermee. De afgelopen 3 jaar sneuvelde Houten telkens in de kwartfinales. Maar dit keer niet. Het gaat voor het eerst in de historie naar de laatste 4. Nog een bom van Van Gol. En dan weten ze dat het klaar is in de Dome. Het verschil loopt weer op naar 8. En uiteindelijk blijft het scorebord staan op 33-25. Alfa Deuren Houten verslaat Quintus in de eigen dome. Je had dat verwacht. En met name Hans van Dijk, want dit is toch de slag om op de taart na jarenlang hard werken. Houten naar de halve finales van de beker. En vrijdag, dan weten we wie de tegenstander is.